Het is weer zover. Ja, het is weer zover. De mensen, ik zie het op social media. Ja, mensen zitten zich weer enorm te ergeren en te storen aan die schimmelpanic. Oh ja, stoom uit de oren, woedend zijn ze. En ik heb al tegen jullie gezegd, doe het nou niet. Laat gaan die schimmelpanic. Dus ja, het gaat nu dus over dat hij dan vindt. He, dat heeft hij nou geschreven dan. Hij vindt dat de serieuze media, voor zover die bestaan, ja. Hij vindt dat de serieuze media, die moeten geen aandacht meer besteden aan de sociale media. Dus aan Twitter bijvoorbeeld. Hij zegt, ze moeten gewoon die puntdeksel op het riool, en dat is dan de sociale media, op het riool laten en verder de groeten. En dus eigenlijk wil hij zeggen, alles wat de mensen daar beweren en wat mensen daar zeggen, dat is allemaal onzin. Nou, weet jullie en ik weten, er komt inderdaad wel eens wat bagger voorbij. Ja, en dat is wel waar. Maar om dan gelijk weer te zeggen, schuif alles maar weer aan de kant. Dus de arrogantie van links, ja, voor de zoveelste keer. En ik heb toen al tegen jullie gezegd, lach die gozer gewoon uit, die schimmelpanic. Gewoon, schimmel! Hier, oh, schimmeltje, hey, schimmel! Gewoon keihard uitlachen. Ja, en verder niks. Niet serieus nemen, vrienden. Nee, want hij vindt dus dat allemaal niet kan. Maar hij mag alles schrijven. En ook op Twitter, hè? Ja, want daar heeft hij dus gewoon beweerd dat de mensen die BBB hebben gestemd, dat zijn allemaal bejaarden en laagopgeleiden. Oh, dat kan allemaal wel. En dat is geen bagger. Nee, natuurlijk niet. Nee, en hij mag ook zeggen dat de mensen die naar Vandaag Inside kijken, dat gewoon dom rechtsvolk is. Ja, en die moet hij dan zo nodig opvoeden. Dat mag allemaal wel. Mijn vrienden, daar moet je je dus allemaal niet over opwinden. Nee, doe nou gewoon wat ik gezegd heb. En laat het gaan. En lach hem uit. Ja, doe het samen met mij. Hey, schimmel. Schimmeltje. Schimmel.